leeg bandje erin. Ja, Jeroen Veldmaten, hoe is het met de spanning? Goed, zeker. Jouw ervaring gaat ook meetellen, denk ik, op dat gebied. Ja, zeg maar, voor mezelf in ieder geval wel. Is het wel fijn dat het niet de eerste keer is dat je in zo'n situatie staat. Dus dat speelt voor mezelf wel mee. Nou ja, dat probeer je inderdaad een beetje over te brengen op wat jongens. Alleen ja, we moeten ook voornamelijk gewoon ons ding doen. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja, wordt er veel in de groep over de promotie gepraat? Je ontkomt er niet aan, natuurlijk. Op de achtergrond moeten er natuurlijk ook wel wat dingen worden geregeld. Dus je hoort wel eens wat. Maar als je dan aan het trainen bent, daar gaat het toch om. Dan is het weer vergeten en dan rolt het balletje weer. Dus dan denk je weer aan voetbal. Ja, maar buiten de trainingen dan voel jij ook de spanning in de groep, de zenuwen in de groep? Nee, geen spanning, geen zenuwen, dat voel ik niet. Wel dat er over wordt gesproken. En dat is anders dan andere weken, want toen ging dat onderwerp gewoon nog, was wat minder actueel en recent. Dus tuurlijk, dat wel, maar niet dat je zenuwen voelt of nervositeit, nee. Ja, het is voor jou wel heel apart eigenlijk, als je goed bekijkt. Je speelt er bij Emmen, Emmen ging promoveren, jij ging weg. Je ging naar Go Ahead, Go Ahead gaat promoveren en jij gaat weer terug naar Emmen. Mensen zeggen, maar wil die jongen wel Eredivisie voetballen? Ja, dat is niet de eerste keer dat ik dit heb gehoord. En elke keer is mijn antwoord ook hetzelfde. Mensen weten niet, die lezen iets in de krant of ergens anders en die nemen dat dan aan voor de waarheid. En vaak is dat niet zo wat betreft de media. Die dingen zijn zo gegaan met bepaalde redenen. Laten we wel zeggen dat hopelijk 3 keer scheepsrecht is. Ja, en dat je wel bij Emmen blijft nu dan, hè? Ja, de intenties die zijn er in ieder geval. En dat ziet er positief uit. We zijn nog steeds in gesprek, maar dat ziet er positief uit. Dus laten we het hopen. FC Dordrecht, een rare ploeg, denk ik. Wel een ploeg met de meeste goals tegen in de hele KKD. Ja, klopt. Ja, en ik denk ook niet dat het eerste jaar is. Dordrecht heeft wel vaker van dat soort jaren. Alleen ook daarin, dat is dan hun zwakke punt. Maar ze hebben ook wel sterke punten en dat wordt morgen gewoon weer een lastige wedstrijd. Ja, wat zijn hun sterke punten? Nou, elke ploeg die heeft een aantal voetballers die gewoon heel verrassend om de hoek kan komen kijken. En zo ook Dordrecht met snelle buitenspelers, met een spits die wel eens een bal tegen de net schiet. Dus ze zijn ook wel echt wel, denk ik, beter geworden gedurende het seizoen. Dus wel een beetje een vaste kern gekregen. Dus dat zijn een beetje hun sterkere punten. Elke speler in de keukenkampioendivisie die kan natuurlijk gewoon voetballen. En misschien komt er bij hun ook wel wat los dat ze een feestje willen verstieren. Nou, dat kunnen punten zijn waar we rekening mee moeten houden. Ja, maar als je kijkt naar de thuiswedstrijd dat jullie hier spelen tegen Dordrecht. Ja, dat ging ontzettend moeilijk. En je kwam zelfs maar 1-0 achter door die spits die jij net benoemde. Precies. Toch maken jullie het nog goed in blessuretijd nog. Ja, dan weet je precies waar je naartoe bent, denk ik. Ja, en dan speel je inderdaad ook nog thuis. Dus dat is wat ik zeg. Elke tegenstander is daardoor heel erg lastig. We hebben natuurlijk ook 2 keer van de nummer laatst verloren. Dus van onderschatting is geen sprake. Nee, maar ja, de zwakste lijn bij hun is toch achterin. En met jullie voorhoede, die allemaal een doelpunt kunnen maken. Ja, liggen daar wel de kansen, verwacht ik. Ja, nou, sowieso. En we kunnen natuurlijk ook een wedstrijd openbreken door een spelervatting. Hebben we natuurlijk laten zien dit jaar. Kijk, het blijft zo dat wij de favoriet zullen zijn. En dat is ook helemaal prima. Die stand op de ranglijst, die is er ook gewoon. Dat is niet over 1 wedstrijd, dat is over een... Over 34 inmiddels al, volgens mij. Daar lopen wij niet voor weg. Maar het gaat niet vanzelf. Nee, maar je hebt het voordeel. Je hebt nog een marge. Je kunt nog een keer verliezen en nog een keer gelijk spelen. Dan hou je nog 2 punten voorsprong in feite. Klopt. Dat is inderdaad fijn. Alleen wij willen deze wedstrijd gewoon winnen. Want wat je zegt, er wordt veel over gesproken. Dan wil je het ook gewoon verzilveren. Je wil daar een goede pot spelen. Je wil niks aan het toeval overlaten. Je wil... Morgen de wedstrijd winnen en dan door voor die eerste plaats. Zo simpel is het, want je wilt gewoon de beste van de competitie zijn. Ja, ik wou net zeggen, eerst morgen promoveren en dan volgende week of die week na kampioenschap, dat je 2 feestjes hebt. Ja, dat kan mij betreft niet genoeg feestjes zijn. Dus dat zou een mooi scenario zijn, maar ja, eerst deze. Succes morgen. Dankjewel.